Dames en heren, allemaal een bijzondere goedemorgen. Ik voel me zeer vereerd dat ik bij deze hele bijzondere gelegenheid een woordje tot u mag richten. Cornelis, oftewel Kees, zoals hij zichzelf het liefste noemde, Jongert, is in Edam geboren op 10 september 1896 en overleed in Beverwijk op 15 september 1970. Hij gold als een inspiratiebron voor de oprichters van de schaatsclub Kees Jongert. Cor, oftewel Kees Jongert, deed 6 keer mee aan de Elfstedentocht. Hij zou vandaag ontzettend trots geweest zijn bij de opening van deze mooie baan. Deze skielerbaan is van eminent belang voor het voortbestaan van de club. Kees Jongert is een club die zich kenmerkt door grote saamhorigheid en betrokkenheid. En als ik de uitstraling van de club en de rol die zij binnen de Heemskerkse samenleving bezien, dan kan ik alleen maar deze uitspraak beamen. Dames en heren, leden van Kees Jongert en Heemskerk, ik feliciteer u van harte met de aanleg van deze baan. En we hebben er lang genoeg op gewacht, zullen we maar openen. Dank u wel. Nu gaan bij ronde 3, krijgt hij de vlag. En begeleid ze met een mooie applaus. Ja, de slag zit er nog behoorlijk in. Hè. Ze gaan misschien niet zo hard meer als in 85 en 97. Maar ja, technisch gezien zit er wel goed met deze mooie man. En jongens, en begeleid ze met een mooie applaus. Het is een hartelijk welkom aan alle genodigden. Leden en donateurs en een bijzonder woord van welkom aan onze burgemeester Luiten en de wethouder Aanschoorl. Als bestuur en als leden zijn wij trots om u te verwelkomen bij de opening van onze skielbaan. Het heeft even geduurd, maar nu hebben we een baan die voldoet aan alle moderne eisen. Cor, we zijn net getuige geweest van de opening van de jullie ijsbaan. Eigenlijk jouw ijsbaan. Wat doet een ijsmeester in de zomer? Nou ja, dat moet nog gaan blijken wat hij moet doen. Het zal wel de skielerbaan vegen worden, denk ik. Dat er geen zand op ligt. Nou zie ik diverse skielers, rijders, eigenlijk allemaal zonder bescherming. Heb jij een zachte ondergrond gecreëerd? Nee, de ondergrond die is gewoon keihard. Alleen de geoefende rijders die zie je toch inderdaad zonder kniebeschermers rijden. Hè. Wij bevelen het zeer aan, zeker de jeugd. Maar die mannen die rijden allemaal zonder inderdaad. Die vallen nooit, denk ik. Jos, jij hebt zo net samen met Bert de eigenlijke opening min of meer gedaan. Hoe trainden jullie eigenlijk vroeger? Nou, het was zo dat die eerste jaar trainden we natuurlijk heel veel met hardlopen en schaatssprongen en schaatsoefeningen. En eigenlijk al op de Beverwijkse Bazaar waren we al aan het skieleren als oefening voor het schaatsen. En later zijn we overgegaan, erbij gedaan met de racefiets. En beoefen je de skielersport nog steeds, Jos? Ja, dat gaan we zeker weer doen. En hebben we altijd wel gedaan. Maar we gaan op vrijdagmiddag hier met wat ouderen, noemen we een beetje lummelen, op de skielers. Dus we gaan echt het skieleren weer oppakken op deze mooie baan. De jeugd. Hoe denk jij erover? Hoe kun je de jeugd het beste benaderen om het skieleren of het schaatsen eigenlijk te gaan doen? Nou, mijn kleinzoon Jaap die zit op het CIO's en die heeft een Elfstedentocht voor de jeugd georganiseerd. En dat gaat om 1 uur van start. Maar die is ook alle scholen langs gegaan. Flyeren, maar ook presentaties gegeven. Om de jeugd te enthousiasmeren om hier naar deze mooie baan toe te komen. En dat gaat wel lukken. We hebben ook in de winter 100 jeugdschaatsers van scholen. En die kunnen we nu ook zomers wat aanbieden. Dus wij hebben de verwachting dat de club behoorlijk gaat groeien door jeugd vanwege de skielerbaan. Nou, ben jij een tuinder en Bert is een tuinder. Moet je een agrarische achtergrond hebben om goed te kunnen skieleren?
Nou, dat is natuurlijk niet direct noodzakelijk, want toevallig dat wij tuinders zijn die het natuurhuis heel goed beheersen. Maar er zijn er ook andere die niet uit de agrarische sector komen, die dat ook goed konden. Maar het is wel toeval dat uit de agrarische sector heel veel schaatsers komen. Nico, de officiële opening is net verricht. Wat betekent deze skielerbaan voor de ijsclub en voor jou in je persoon? Het heeft natuurlijk heel lang geduurd. Vanaf 2000 is die toezegging er al. En als het dan bijna 23 jaar later is en hij ligt er. Dus dat, is, ja, dat voelt wel als een succes. Aan de andere kant is het natuurlijk ook jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Hebben jullie al wedstrijden gepland? Nou ja, allereerst natuurlijk. Ja, inderdaad. 11 juni, dan is er hier een groot toernooi voor de jeugd. Wordt hier georganiseerd. En dat komt allemaal van een omliggende vereniging hier uit de regio vandaan. Kijk, we hebben die skielerbaan nu. We moeten er ook mee opstarten. We moeten laten weten ook van wat wij kunnen bieden. We moeten zelf ook rijders opleiden, want ja, er wordt veel geskielerd. Maar de techniek daar moet wel aan geschaafd worden. Zodat je dan ook echt een skielergroep hebt dat je zegt, hey, daar kunnen we mee naar buiten, daar kunnen we mee een wedstrijdcyclus gaan doen. Nou, vertelde je al dat diverse ijsclubs hier aanwezig zijn. Hoe reageerden ze op jullie prachtige baan? Ik heb alleen maar enthousiaste verhalen gehoord. En ja, ze zijn onder de indruk, het is ook een vrij grote baan, 350 meter. Maar ze zijn onder de indruk wat hier ligt. Zijn ze straks ook in de gelegenheid om hier te kunnen gaan trainen? Ja, dat hebben we ook aangegeven, ook in het voortraject al. En nu weer in de persoonlijke contacten. Dat wij zeker bereid zijn om hier trainingen te laten geven door externe. Wat gaan jullie verder doen om de jeugd eigenlijk een beetje bij het skielen te betrekken? Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag, en het zal waarschijnlijk van 2 uur 's middags tot 5 uur zijn, is hier de baan vrij toegankelijk, met name voor de jeugd, om kennis te maken met het skielen. Of als je fijn wil skielen, kan je dat hier ook doen. En met name kinderen kunnen hier veilig rijden. En ze kunnen ook kennis maken met die sport. En dan hopen we natuurlijk daar talentjes uit te selecteren die vervolgens dan ook weer bij ons gaan skielen.